Voor de rest ben ik nu ook helemaal klaar met school. Dus dat is nice. Ja, laatste schooldagje vandaag niet gehad. Helaas. Ja, helemaal kut. Helemaal kloten. Maar ja, het is wat het is. Ja. Fuck man. Een hele goede morgen iedereen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe vlog. Hier op dit kanaal. Hallo. Welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag is een speciale vlog. Deze jongen heeft namelijk alweer het coronavirus. Ja, dit is helemaal kloten. Dit is oprecht helemaal kloten. Ik heb alweer corona. Het heeft iets minder dan anderhalf jaar geduurd voordat ik alweer corona heb. Het was volgens mij 15 maanden geleden of zo dat ik voor het laatst corona heb gehad. Dat was ook de eerste keer. Dit is mijn tweede keer. Dat was toen in februari 2021 dat ik voor het eerst corona had. Nu heb ik weer corona. Ja, helemaal kut. Ja, eigenlijk best wel kut gewoon. Niet dat ik zelf corona heb, maar corona begint nu ook weer best wel meer te worden. Wat echt kut is eigenlijk. We waren best wel laag en het begint nu steeds weer hoger te worden met coronabesmettingen en zo. Dus dat is best wel kut. Voor de rest ook best wel kut dat ik weer corona heb. Maar het voordeel is, wanneer ik deze vlog opneem, moet ik nog 3 dagjes in quarantaine. Dus het valt allemaal wel weer mee. Valt er ook mee hoe erg ik ziek ben geweest de eerste dag. Toen ik ook... trouwens, dat is misschien nog wel even nice voor de vlog om te laten zien. Hier is mijn positieve zelftest. Ja. Ja. Positieve zelftest hier zo. Geflipt. Eigenlijk heb ik nu wel een beetje corona uitgespeeld of zo. In 2021, in februari, toen had ik een positieve GGD-test. En nu heb ik een positieve zelftest. Dus eigenlijk heb ik nu alles van corona kunnen hebben. Behalve dan alle versies. Dat niet. Ja, het is gewoon helemaal kut. Het is gewoon helemaal kut, oké? Maar we gaan er het beste van maken natuurlijk. Nee, wat ik net wou vertellen. Ik had de eerste dag had ik er alleen een beetje last van. Toen ik ook dus de test afnam. Toen die ook positief was. Toen had ik alleen een beetje problemen. Toen had ik 2 paracetamolen genomen. Toen ging het alsnog best wel kut. Voor de rest heb ik 1 nacht ook niet lekker geslapen. Het is nu momenteel... Ik had deze test had ik op vrijdag gedaan. Vrijdag de 1e van juli. De 1e van juli precies. En het is nu, wanneer ik dit opneem, zondag. De 4e van juli, toch? Oh nee, wacht. Het is maandag vandaag. Oké, de tijd gaat al best wel snel. Het is maandag vandaag. Het is wel de 4e van juli. Het is maandag, wanneer ik dit dus opneem. Nou ja, de eerste dag voelde ik me dus best kut. Ik heb 1 nacht best wel kut geslapen. Kwam ook voornamelijk eigenlijk door muggen. En niet per se door corona. Voor de rest gaat het nu wel weer beter en shit. Voor de rest niet zo heel veel last van gehad. Wel dat ik best wel moe ben. En dat vind ik echt heel kut. Want volgens mij, wat ik altijd dacht, is door de eerste keer dat ik corona heb gehad, in 2021, daarna had ik best wel weinig motivatie voor school en dingen en gewoon andere dingen te doen. Ik heb het wel gedaan, maar ik vond het niet per se leuk of zo. En dat vind ik heel kut. Daar ben ik heel erg bang voor dat ik dat nu weer ga krijgen of zo. En ik weet niet of het door corona kwam of zo, maar op een of andere manier, vroeger had ik altijd heel veel zin om shit te doen voor school. En nu heb ik het gewoon veel minder. Ja, ik weet niet waardoor dat komt. En ook al als ik dan bezig ben, vind ik het wel leuk. Maar ernaartoe gaan, dat vind ik heel moeilijk. En dat had ik voordat ik de eerste keer corona had, had ik dat niet. En nu heb ik dat zeg maar wel. En nu heb ik weer corona. En ik weet niet hoe dit gaat zijn op lange termijn. Dat vind ik een beetje kut. Het voordeel is nu wel dat we gevaccineerd zijn. Of tenminste, ik ben gevaccineerd. 2 keer en een booster... Nee, 1 keer en een boosterprik. Omdat ik natuurlijk al corona had gehad. Precies. Ja, ik heb letterlijk geen idee. Ik moet in ieder geval nog tot woensdag in quarantaine. En als ik dan geen klachten meer heb, dan ben ik weer helemaal vrij om te gaan. En dat is wel een voordeel, want ik ben namelijk aankomende vrijdag jarig. Woe!
En dan word ik 19, dus dat is wel ziek. Ja, voor de rest zit ik hier wel lekker. Ik heb gisteren een lekker livestreampje gedaan. Een bowling. Nintendo Switch Sports Bowling Toernooi streampje. Dat was wel goede shit. Voor de rest is het best wel warm, want we zitten natuurlijk ook in de zomer, wat wel heel nice is. Het voordeel is nu wel dat ik nu corona heb, is dat ik volgens mij gewoon helemaal veilig ben voor op vakantie, zeg maar. Ik weet niet of dat nu nog steeds een ding was, of dat het nooit veranderd is. Ik heb echt geen idee meer over corona en shit. Maar was het niet een ding dat als je corona had, dat je dan een half jaar geen corona meer kon krijgen? Dat was volgens mij een ding, toch? Dus dat zou dan betekenen dat als ik op vakantie ga, dat ik geen corona kan krijgen. Wat wel een voordeel is. In principe. Dus dat is wel nice. Maar ja, voor de rest blijft het gewoon nog steeds kut. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen dan dit? Ik weet niet echt. Nou, voor de rest vibe ik wel. Ik heb best wel wat voor YouTube gedaan en voor school. Want het was best wel kut. Dit was namelijk de laatste week voor mij van school. Vandaag zou ik mijn laatste schooldag hebben. En daar kon ik helaas niet heen. Wat heel jammer is, omdat ik dus, ja, corona heb. Dus dat is heel jammer. Ik heb wel gewoon een mailtje gestuurd naar alle docenten en zo. Van fijne vakantie, bedankt voor dit schooljaar en shit. Want het was een best wel leuk schooljaar. Dus dat is wel mooi, maar ik kon niet naar school. En het was ook nog eens kut dat het einde van het jaar is. Dus ik had fucking veel deadlines gisteren. En dat was ook gewoon echt heel balen. Of tenminste niet allemaal gisteren. Dit was de laatste week. Tot en met zondag. Dus ik had enorm veel deadlines die week. Ik had een hele lijst in mijn telefoon gezet, zeg maar. In het notitieblok. Dat was wel een lijst met, ja, wel meer dan 10 vakken. Waarvan ik nog opdrachten moest maken. Projecten. Toetsen. Die week af moesten. En er moesten er echt nog een stuk of 6. Moesten er de laatste 3 dagen nog ingeleverd worden. Wat echt super kut was. Waardoor ik dus ook op die kutdag, de eerste dag van de corona had, moest ik ziek veel doen aan school. En dat vond ik echt, ja, dat was best wel kut. Ik heb het uiteindelijk wel allemaal afgemaakt. Dus dat is mooi. Ik heb niks, afgeraffeld of zo. Dus dat is wel nice. Ook heb ik ziek lang lopen grinden voor die Kygo video. Die Kygo ranking video van vrijdag. Ik heb die hele video die dag lopen editen. Ik ben 3 uur bezig geweest. Terwijl ik me niet lekker voelde. Omdat ik gewoon die video online wou hebben. Dus dat is wel mooi dat die ook online staat. Ik wou die gewoon online gooien. Ik doe nu al 5 jaar lang ranking. De Kygo nummertjes. En dit was het 5e jaar. En ik wou gewoon niet dat die een dag later kwam. Of misschien een week later. Ik wou hem gewoon op 1 juli online hebben. En net zoals de andere jaren. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. Ja, fuck it. Ik heb het gewoon gedaan. Dus dat was wel mooi. Voor de rest ben ik nu ook helemaal klaar met school. Dus dat is nice. Ja, laatste schooldagje vandaag niet gehad. Helaas. Opdrachten gisteren allemaal nog ingeleverd. De rest. En ik ben nu gewoon klaar voor dit jaar. Dus dat is helemaal top. Voor de rest heb ik dus tot woensdag nog quarantaine. En dan dus vrijdag ben ik jarig. Dan ga ik binnenkort ook op vakantie. Dus we gaan de vakantievlogs opnemen. En ik ben nog een paar keer live totdat ik wegga. En dan als ik terugkom van vakantie, gaan wij de 150 uur lange stream doen. Omdat er dan Twitch stream nummer 400 voor mij is. En dat moet weer een special worden. Dus 150 uur lang achter elkaar. Gaat vet worden, gaat heel warm worden waarschijnlijk. Maar we gaan het zien. En dat is dus eigenlijk een beetje hoe het nu met mij is. Met corona en de planning binnenkort. Dus dat is ziek. Ja, voor de rest gaat het nu in principe wel prima met mij. Dus dat is wel nice. Na vandaag moet ik nog 2 dagen in quarantaine zitten. En ik ben best wel lekker bezig. Met de video's en zo. De planning die ik helemaal had gemaakt voor vakantie en shit, van video's die ik af moet hebben en die ik dan online wil hebben, ben ik bijna met alles wat niet vlog gerelateerd is, ben ik klaar. Dan moet ik alleen nog de vlogs de aankomende 2 weken opnemen. En dan ben ik eigenlijk helemaal klaar tot en met de vakantie. Dus dat is helemaal top. Dus daar ben ik lekker mee bezig, nu ook. Dus ja, ik ben lekker bezig. Voor de rest denk ik dat ik nu wel mijn praatje heb gedaan. En dan kan ik denk ik maar lekker de camera omdraaien. En dan gaan we gewoon nog iets vloggen of zo. Ik heb niet echt heel veel te doen vandaag. Het is een soort van speciale vlog of zo. I don't know hoe je dit kan noemen. Maar ja, het is wat het is.
Ja, zoals jullie hier zo dus nog eventjes beter kunnen zien, is dit dus mijn positieve zelftest. Ja, helemaal kut, helemaal kloten. Maar ja, het is wat het is. Ja, fuck man. Fuck man. Het ging zo goed met corona en dan heb ik nu weer corona. Dat is echt balen. Ik weet trouwens ook niet waardoor ik corona heb gekregen. Mijn vader had ook corona de vorige week. Voor de rest ging dat volgens mij helemaal goed. Alleen ik ben één keer, want we hadden het zeg maar gescheiden. En wij gingen allemaal boven naar de wc. Mijn vader ging beneden naar de wc. En ik ben één keertje ben ik per ongeluk beneden naar de wc gegaan. Omdat mijn normale routine in de ochtend, als ik naar school ga, als ik om 6 uur mijn bed uitga, dan ga ik gewoon beneden naar de wc. Dus ik had niet echt nagedacht of zo. Dus ja, heel misschien dat ik het dagen opgelopen heb, ja. Je weet het niet. Of gewoon in het OV natuurlijk. Omdat ik ook gewoon elke dag dat ik naar school ging gewoon echt 5 uur in het OV zit. Dus je weet het niet. Ja, heel erg vervelend in ieder geval. Maar het is wat het is, weet je. We kunnen er niet echt iets aan doen. Voor de rest ga ik wel lekker weer verder grinden met de video's. Ik heb nog 1 Lego Star Wars The Skywalker Saga video te editen. En dan ben ik daar ook helemaal klaar mee. Dus dat ga ik sowieso nu eventjes doen. En dan hoop ik dat ik die vandaag gewoon klaar heb. Want dan kan ik weer iets afvinken op mijn planning. En dat is natuurlijk mooi. Dus dat ga ik lekker doen. Kijk, ik ben al een stukje bezig geweest met de Lego Star Wars, de Skywalker Saga video hier zo dus. Ik weet niet op hoeveel minuten ik nu zit. Ik zit ongeveer op 10 minuten, 12 minuten, zoiets. Dus dat is wel mooi. Episode 1, het begin, het eerste deel. Volgens mij, ja, het laatste deel van episode 3 staat ook nog niet online. Omdat die staat nu ook voor gepland. Voor als ik op vakantie ga of ergens binnenkort. Dus die had ik ook al voor gepland. En dit is dus ook zo'n video die ik voor ga plannen. Voor in de vakantie. Dus daar ben ik lekker mee bezig. Ook staat het hier echt helemaal vol met pakken. Daar borden. En hier zijn ook nog bakjes waar druiven in zaten. Omdat ja, ik heb natuurlijk geen drinken hier. Zo. Dus ik drink nu massaal iced tea. Deze twee zijn ondertussen al leeg. Deze zit nog helemaal vol. Dus dat is mooi. Ik drink geen juice. Omdat ik heb toch zo'n gevoel dat cafeïne gewoon niet echt helemaal goed is als je ziek bent. Dus dat drink ik dan ook nooit. Want er zit nu echt nog zo'n heel smerig laagje in van een week geleden. Dus ik moet deze binnenkort, wanneer ik weer beter ben, eventjes schoonmaken. Dat is wel belangrijk. Anders smaakt het heel lekker. Maar ik ben dus lekker bezig. Met de Lego Star Wars Skywalker Saga hier zo dus video. Ik ga hem nog even een beetje afediten. Ik denk niet dat ik hem helemaal af ga krijgen. Want ik heb namelijk weer iets zieks aan te kondigen. En ik weet niet voor hoever dit gaat blijven of iets. Of dat het meteen alweer een beetje afzakt of zo. Maar ik heb een soort van nieuw kanaal gemaakt. Ik heb een jaar geleden heb ik een Shorts kanaal gemaakt voor YouTube Shorts. Leek me toen interessant. Heb ik voor de rest niet echt meer iets mee gedaan. Ik heb dat hele kanaal omgetoverd naar een Jochem Vist gaming account. Dus ik wil eigenlijk misschien weer iets van gaming video's gaan maken op YouTube. Wat best wel ziek is. Dus daar ben ik best wel een beetje hyped voor. En wat ik ook weer ga doen is dat ik Minecraft Survival weer terug ga brengen op YouTube. Wat ziek is. Dus dat is wel hype. Voor de mensen die dat niet helemaal weten. Ik heb echt 5 jaar of 4 jaar heb ik Minecraft Survival op YouTube gedaan. Van 2017 tot 2020. En in 2021 heb ik dat nog zwakjes gedaan op Twitch. Livestreamen. Ik wil dat eigenlijk weer terugbrengen op Jochem Vist Gaming. Dus dat is vet. En ik wil het niet verplicht maken. Ik wil het gewoon als een extraatje doen. Want wat ik toen had, toen ik stopte met Minecraft en gaming video's, was dat ik het eigenlijk meer een verplichting voelde. Dan dat ik het echt leuk vond om het op te nemen. En dat wil ik deze keer echt gewoon niet hebben. Dus dat gaan we ook gewoon niet doen. Dus dat is in ieder geval leuk. Abonneer zeker. Linkje staat in de beschrijving. Staat ook bij aanbevolen kanalen. Is best wel ziek. Ik heb ook echt een lijpe banner gemaakt. Zoals jullie kunnen zien. Jochem Vist Gaming. Dan ik daar zo uitgeknipt. Wat best wel goed gelukt is voor mijn profielfoto. Dus dat is wel nice. Dan hier zo Minecraft. En hier zo Fall Guys natuurlijk. En daar zo is de profielfoto. Ziet er ook best wel goed uit. Ik vind het er best wel nice uitzien. Ik heb hier gewoon de playlist heb ik gewoon neergezet. De Minecraft Survival seizoenen van 2017 tot 2021. En daar komt dus
22 ook bij. En dan nog de AR game series. Heb ik er ook even bij gezet. Dat zijn natuurlijk series die gewoon op dit kanaal staan. Maar die kan je dus wel gewoon vinden bij playlists. Dus dat is wel nice. Ik heb hier ook wat van mijn eigen video's geliked. Dus dat is top. Ja, dat staat hier zo dus. En voor Jochemvis Energy Drinks heb ik ook de banner aangepast. Die ik eigenlijk best wel vet vind. En de profielfoto ook. Eigenlijk de profielfoto is een beetje een kleinere versie van wat hier zo staat. Dus ja, ik heb hier zo sowieso die tekst staan. En dan heb ik daarachter heb ik gewoon G-View banner ding gedaan. En daar aan de andere kant van Juice een kleine banner. Dus dat vind ik best wel ziek uitzien. Ziet er mooi uit. Ik heb nu alleen wel nog steeds voor dit kanaal dat ik wel zo zit van... Ja, wat wil ik met mijn banner doen? Want ik heb nooit een goede banner gehad eigenlijk. Ik vond ze nooit echt mooi. Ik vind dit in principe wel prima, maar deze foto is echt al 1,5 jaar oud. Ik wil eigenlijk iets nieuws. Dus ik zat te denken, als ik nou dat uitgeknipte van mijn profielfoto hier zo pak en die ook hier neerzet. En dan moet ik nog even iets verzinnen wat ik als achtergrond wil doen. Misschien vlogmomenten of zo. Dat zou best kunnen. En dan hebben we hier gewoon ook weer een nieuwe banner. Dus dat zie ik trouwens, de Kygo video gaat best wel lekker. Nieuwe Kygo reaction video, woe, bijna 400 views. Dat is geflipt. En de Kygo ranking video natuurlijk ook geflipt. Dus dat is wel ziek. En dan hebben wij hier zo nu de hele Jochemvis community. Er staat hier ook JV, Jochemvis, Jochemvis Energy Drinks, Jochemvis Gaming, Jochemvis Music en Lego for Life. Alleen moet Lego for Life, moet eigenlijk wel... Ik denk dat Lego for Life wel letterlijk tweede staat. Eerst Jochemvis, dan Lego for Life, dan Energy Drinks, dan Gaming en dan Jochemvis Music. Maar dit staat toch iets beter met vier keer mezelf eerst. Dus dat is in ieder geval nice. Ja, ziet er goed uit. Ik ben er helemaal blij mee. En dan komen we ook op het volgende punt. Dat ik nu de eerste aflevering van Minecraft Survival ga opnemen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik wil er een soort van twist aan gooien. Moet je ook nog maar op dat kanaal kijken. Bij Minecraft Survival wil ik in ieder geval elke keer, elke aflevering een verhaaltje vertellen over mezelf. Dus een onderwerp wat ik interessant vind en waar ik een hele aflevering over kan praten. Zodat het wel een beetje interessant blijft. Voor jullie morgen om 2 uur de eerste video. Dus dat zie ik op mijn andere kanalen upload ik altijd om 2 uur. En op dit kanaal altijd om 6 uur. Dus dat is misschien even handig om te weten. Dus om 2 uur morgen... woensdag. De 6e volgens mij. Ja, dus dat is wel vet. Dat is heel vet. Wat niet zo vet is, is dat we alweer over de helft van 2022 zitten. Wat altijd echt enorm snel gaat. Ja, rip. Ook alweer over de helft van deze vlogs van 2022. Dat gaat heel snel. Vooral als zometeen de vakantie voorbij is en ik de vakantievlogs upload, dan gaat het echt heel snel. Ja, it is what it is. Ik ga lekker de Minecraft video opnemen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat wordt heel ziek. Nou ja mensen, ik heb nog even lekker opgenomen. We gaan gewoon een keertje voor die donkere late night avond vibe. Outro hier zo. Dus ik heb speciaal ook lekker lamp uitgelaten. Ik heb net nog even lekker opgenomen. Ik heb ook al een stukje geëdit. Vandaar dat het de lamp nu uit is. En ik ben gewoon lekker wezen editen. Ik heb best wel warm. Het is best wel heet. Het is ook best wel laat. Dus ik ga hier zo gewoon lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jij deze vlog leuk vond. Kom natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Check zeker eventjes mijn kanaal in de beschrijving. Wordt heel erg gewaardeerd. En volgende week heb ik geen corona meer. En volgende week ben ik ook geen 18 meer. Nee, dan ben ik 19. Dus dat is ook nog eens best wel ziek. Dat is best wel lijp. Ben ik weer een jaartje ouder? Ja, precies. Dus bedankt voor het kijken. En tot volgende week bij een nieuwe vlog. Later mensen.